Vandaag gaan we van mega snel naar supersnel in Roblox. En zo worden we elke seconde sneller en sneller. En moeten Lotte en ik een wedstrijd doen tegen elkaar. En degene die als eerste het parcours haalt, die wint 5000 Robux. En voor elk duimpje omhoog op deze video worden we steeds sneller en sneller. Oké, daar staan we dan. En achter ons zien we het parcours tot nu toe. Maar laten we op start gaan drukken. En we beginnen over 3, 2, 1. Oké, Lotte en ik lopen. Slow, een beetje slow motion of iets. Wow. Alsof we letterlijk op de maan lopen. Wow. Ik denk letterlijk dat onze omaatjes nog sneller lopen dan dit. Nou, dat weet ik wel zeker. Maar elke seconde worden we sneller. Ik zat vast. Elke seconde worden we sneller en sneller, Lotte. Okay. En dan gaan we letterlijk heel erg snel door het parcours heen. Oké, ik heb hem gehaald, Dennis. Ik heb hem ook gehaald. Alleen is het zo dat de winnaar van ons twee, die als eerste bij het einde is van dit parcours, 5000 Robux krijgt, Lotte. Ja, en dat gaat om degene die als eerste bij de finish is. Oké, dan moet ik optreden. Lotte, het kan soms zo zijn als je doodgaat dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen, maar wel met de snelheid die je op dat moment hebt. En dat maakt het dus heel erg lastig en tot nu toe loop ik voor. Oké, dit wordt een makkie. Nee, ik ga je aan, hoor, Dennis. Zoals je kan zien, zijn we nu al een beetje aan het hardlopen. Nou ja, meer hardlopen als een echt opaatje, want ja, lopen niet heel snel en ik heb wel eens iemand harder zien hardlopen dan dit. En ik kan je vertellen, tot nu toe gaat het nog heel erg goed, maar des te sneller we rennen straks, des te moeilijker het is met dit soort parcours wat ik nu aan het doen ben, om dit te halen met een hele snelle snelheid. Want dan ga je natuurlijk elke kant op en dan heb je je poppetje niet echt in bedwang. Lotte, niet zomaar op je af als je moet. Lotte, ga de kant. Lotte aan de kant. Ik wil het gewoon rustig doen, oké? Ik wil het rustig halen. En dan hier doorheen. Hier doorheen. Oh nee! Voor de gele. Oké, perfect. En dan kunnen we hier in één keer. Nee! Oh, dat lukt niet! Oh, jammer! Oké, het is de. Het is niet de rode. Het zal wel groen zijn. Ja, het is de groene. Dan is het. Heb het gelijk gehaald! Ik heb hem rood. Oké. Ik heb hem ook. Oh, kan hij overheen rennen? Ik heb hem. Oké, hierover. Wow, dit ziet er raar uit. Het is een beetje wazig of iets. Oké, en ik ben er. En dan moeten we hier tussen. Oké, we moeten hier dus. Oké, dit wordt heel erg lastig. Ik moet hier niet. Dit is heel lastig, Lennis. Reuzelen. Nee. Dit is heel erg lastig, Lotte. Oké, kom op. Oh nee. En dan daarop. Ik was echt heel dichtbij. Oké, zijwaarts. Nee, zijwaarts werkt ook niet. Wat? Ja, hier zit in. Oh, ik was bij een groene. Nee. Hup. Nee. Hup. Ja, nee. Oh, de laatste. Ik heb een beter idee. Eens even kijken. Oh, goed bezig, Lotte. Ga maar hoor. Ga maar. Dank je. Eens even kijken. Zo, we hebben hem gehaald. Oh, dat was heel erg lastig. Ja, Lotte, ik vloog eroverheen. Je hebt het niet gezien, hè? Ja, de kijkers zagen me wel. Ik rende je gewoon voorbij. Oké, misschien was dat mijn verdiende loon. Eens even kijken. Oh, en dan daarop. En daarop. Oh, ik ga al bijna overheen. Oké, tot nu toe gaat het goed. Hier moeten we langs muren lopen. Wow, en we gaan helemaal snel naar beneden. Oké, wacht. We kunnen ook rustig tikken met ons toetsenbord. Dan lopen we net iets sneller. Nee, net iets slomer, maar alsnog snel. Oké, wat is dit? Moeten we langs allemaal bommen of zo? Auw, oké, je mag niet het touwtje aanraken. Eens even kijken. En dan hierop. Hierop. Het is ook niet de bedoeling dat je binnen. Lotte, ik moet het binnen, oké? Eens even kijken. Wow, dit ken ik allemaal van deze rode ballen. Dat is een beetje van Wipeout of zo. Ben je helemaal gereset, Lotte? Oh, hier is de checkout. Ben je helemaal gereset, Lotte? Ik ben helemaal bij het begin. Dat is wel een beetje oneerlijk als je weer helemaal teruggezet bent. Maar ik denk dat je het makkelijk inhaalt, Lotte. Eens even kijken. Ik hoop het. En anders wacht ik zometeen wel. Dan geef ik je weer een eerlijke start. Maar hoe langer ik wacht, des te sneller ik word. Nee, dit is onmogelijk. Dit is echt onmogelijk. Kom op. Dit kan ik. Nee. Ik ren echt al mega snel. Ik denk bijna sneller dan de Flash, letterlijk. Holy moly, dit ging echt heel snel weer. Oh, hoe is dit? Het is niet te doen gewoon. Oh, nee. Hier moet ik even rustig doen. En. Oh, dat is heel erg vervelend. Nee! Oh, ik spring er gewoon vanaf. Ik hoop niet dat je naar het begin gaat, Dennis. Veel te snel, Lotte. Ik ben veel te snel. Nee, ik ga nog niet naar het begin. Nee, ik ben veel te slow. Maar toch heel snel. Oké, kom op. Laatste sprong. Laatste sprong. Nee! Oh! Waar moeten we eigenlijk... Oh, we kunnen hier gewoon... Ik kan hier gewoon langslopen, letterlijk. Oké. Nee, dit is heel erg omhoog. Oh, ik ren er gewoon onderdoor. Dit is pas onmogelijk waar ik sta. Waar ben je dan, Lotte? Eens even kijken. Ja, ik ben nog helemaal... Ik was helemaal weer net... Oh, dit gaat wel snel nu. Dit is niet te doen. Dit is... Oh, nee. Dit is niet te doen, letterlijk.
Oké, rustig aan. Aanloop je aanrennen. Kom op, Lotte. Nee, ik mag die bruine strepen dus niet aanraken. Ik ben weer aan het begin. Dit meen je niet. Kijk waar ik ben, Lotte. Dit is helemaal onmogelijk. Kijk waar ik ben. Ik ben weer bij het begin, Dennis. Nee. Ik zie jou vallen. Lotte, dit is echt... Kom op. Ik moet gewoon sneller worden. Ik ga hier gewoon heel even wachten totdat ik wat sneller... Ja, nee, dat gaat er niet worden. Ik moet hier gewoon letterlijk wachten totdat ik een stuk sneller ben. Dat ik in één keer er overheen spring. En we worden elke seconde al sneller, zoals je kan zien. We halen het bijna. Lotte, dit is het lastigste parcours dat ik ooit heb gedaan, letterlijk. Zeg het wel, Dennis. Nee, ik moet gewoon te snel worden. Maar ik moet ook weer niet te snel eigenlijk worden. Want dan gaat de rest ook heel erg moeilijk. Oké, ik wil gewoon in één keer doorspringen. Ik moet gewoon één keer goed landen. Dit gaat heel erg lastig. Dit gaat me nooit lukken. Ik heb wel een maniertje, denk ik. Eens even kijken als we nou even zo doen. En dan drukken we maar eventjes hierop. Kijk eens aan, we hebben het eerlijk gehaald. We zijn er, hoor. Eens even kijken, dan klimmen we hier omhoog. En dan... Oké, kunnen we net? Oké, dit is haast onmogelijk. Dit is echt onmogelijk. Oké, hier omhoog. Nu normaal snel. En springen. En we zijn er. Oké, even de checkpoint pakken. Zo, en hierop. Oké, kom op. En hup, hup, wow. Holy moly. Een big brain. Nee, ik heb geen echte groot brein. We kunnen dit in één keer. Ik weet het zeker. We gaan hier gewoon... Nee, we kunnen dat misschien niet in één keer. Eens even kijken. Oké, kom op. Dit moet lukken. Daarop en dan daarop. Oké, we moeten vroeg springen. Ik weet zeker dat dit in één keer kan. Ik sprong net mis. Oké, kom op. Dennis, dit kan je in één keer. Hup. Ik heb hem. Ik ben zo slim, Lotte. Is dat? Ja, dat zie ik. Oké. Kunnen we dit ook in één keer? Nee, bijna. Bijna kwam ik daar. Kom op. Misschien even een pauze tussendoor. En dan daarop. Oké, rustig. Ja, we hebben hem. En in één keer door. Kunnen we niet in één keer daarheen? Nee, dat zal vast niet kunnen. Dat is veel te ver. En het balanceren met deze snelheid is echt onmogelijk. Dat had ik net niet. Mag je wel het paars aanraken? Of het gele niet? Volgens mij paars. Ik loop er vanaf. Oké, in één keer naar die kant. Nee, dat werkt niet. Lotte, waarom is het zo lastig? En waar ben je? Je bent helemaal daar in de verte. Ik ben helemaal daar. Oké, kom op. Dit moet lukken. En hup. Ik was er bijna. Waarom is het zo lastig? We worden steeds sneller. Dan is het echt onmogelijk. Ik loop er al bijna zelf af als ik wil draaien. Kom op. En daarop. Dit is heel erg frustrerend. Heb je dat ook? Ja, Dennis. Ik kan het bijna helemaal in één keer halen. Ik ga zo ongelooflijk snel. Ja, dat maakt het sommige stuk ook wel makkelijker, maar sommige ook moeilijk. Ik heb hem bijna. Dus waar ben je nu? Ik ben bij allemaal paarse dingen, Lotte. En ik wil het daar in één keer halen, maar het gaat niet. We zijn zo dichtbij. Ik raak letterlijk het andere platform al aan. Ik was er bijna. Ik zie jullie wel als ik daarop sta. Oké, Lotte, ik heb het gekocht. Ik kon het niet halen. Het was echt onmogelijk. Maar we zijn nu van dat platform naar dit platform gesprongen. Dus we hebben dit gewoon overgeslagen. We zijn zo snel dat dat letterlijk... Was het de bedoeling dat ik daarop lig? Ik weet het niet. Ik lig gewoon op mijn... Ik ben er. Nee, en dan daar... Kunnen we daar overheen? Nee, kunnen we dit in één keer halen? Dit kunnen we makkelijk in één keer halen. Oké, rustig. Oké, we hebben hem. En dan daarop. En dan in één keer door. We gaan in één keer... Oké, rustig. We moeten wel eerst de respawn point pakken. En dan... Lotte, ik loop gewoon over dat hele parcours heen. En in één keer daar. Hier moeten we het rustig aandoen met het tikken natuurlijk op die manier. Want dan kunnen we er makkelijk langs heen. Anders gaan we veel te snel. Eerst even kijken. Een klein beetje naar beneden. Een klein beetje zo opzij. En hoppa, we hebben hem. En dan in één keer door naar deze. Ik ging echt heel snel. Dat was bijna in één keer letterlijk. Holy moly. Ik had door moeten springen daar. Dit gaat me lukken. Ik ben helemaal terug bij het begin, Lotte. Echt? Nee, ik ben helemaal terug bij het begin. Wacht maar eens eventjes. Ik ga er wel weer helemaal naartoe. Oké, we zijn er weer. En dan moeten we nu hier langs. Dit is echt heel erg onmogelijk. Dennis, voor mij is het ook onmogelijk. Hoe ga ik dit ooit doen, letterlijk? Eens even kijken. En dan hier moeten we langzaam overheen. En dan hier langs. Dit kunnen we één keer halen. Ik heb een tactiek. Hier overheen. En dan hup. Perfect. En dan hier op de ladder. Wat gebeurde daar nou weer? Wat gebeurt hier? Dit is zo moeilijk. Ik word helemaal gelanceerd. En dan daarop. En in één keer door. Nee. Ik wil rustig daar.
eens even kijken. Zo, deze checkpoint. En dan moeten we hier langzaam doorheen lopen door al deze muren. Zonder dat je er natuurlijk van afvalt. Nee. Makkie. Hup. Oh. En we hebben hem. Oké, okay, kunnen we dit in één keer doen? Oh. Nee, dat kan niet in één keer. Misschien als we hier gaan. En dan in één keer. Ja. Oh, bijna. Dat was hem echt bijna. Eens even kijken. Kom op, dit kan ik. Dit kan ik daarop. En dan... Hup. Ik las hier veel te ver. Ik hield mezelf vast aan het platform. Wat is dit? Oh, je kan hier gewoon langs heen lopen. Oké, okay, ik weet niet of dat de bedoeling is, maar... Hup! Ik viel er net tussen. Wow! Dat is volgens mij het einde daar, Lotte. Echt? Ik ben volgens mij bijna... Kom op, deze is zo makkelijk. Kan ik hier niet gewoon lopen? Nee, nee, nee. Ik kan hier niet lopen. Oh, nee. Lot is daar in de buurt. Oké, kom op. Hup. En dan kom je halen. Oké, kom op. En dan daarop. Oh, Lotte. Oh, mag je? Wel opschieten, wou ik zeggen. Wow. Ik bedoel, je hebt alle tijd. Laat maar. Oh, Lotte. Ja? Kijk eens waar ik ben. 45. Is dat het einde? Wow, ik ben bij de trap. En dat betekent dat ik de winnaar ben. Letterlijk, zoals je kan zien. Oh, dit is zo fijn. Ik heb hier een jacuzzi. En dat betekent dat ik de 5000 Robux heb gewonnen. Doei doei! Doei doei!